Britt Dekker schoof gisteren aan in de talkshow van Renze Klamer omdat ze een nieuwe paardenfilm heeft uitgebracht. De talkshowhost vroeg zich af waarom haar favoriete paard George niet zo'n prominente rol in de film heeft. Dat is volgens Britt goed verklaarbaar, George zit namelijk in het dekseizoen. Het was geen optie om haar favoriete paard zo prominent in te zetten, aldus Britt. Nee, George denkt alleen maar aan dekken op dit moment. Ja, het is een dekhengst, hij zit in het dekseizoen, dus elk object is een potentieel. Renze, een potentieel dekobject. Die moet je met films even niet lastigvallen nu. Oké, goed om te weten. Hoe lang duurt zo'n dekseizoen? Britt, EHM, nou, het dekseizoen is van februari tot augustus en dan dekken ze om de dag. Lekker de druk eraf. Renze verbaast, van februari tot augustus? En dan heb je eigenlijk verder niks aan dat paard? Dan zegt Britt tot hilariteit van de mensen aan tafel, oh jawel, want jij kan toch ook ontdekken en werken tegelijk? Renze leunt achterover en kijkt van het ongemak naar zijn kaartjes, nou, niet tegelijk, Britt. Niet tegelijk. Britt, nou, hij ook niet tegelijk, maar je kunt het wel combineren op een dag en ik moet zeggen, George zit wel gewoon in de film. Maar hij heeft ook collega's. Renze, oké, goed om te weten. Ik ben nog even aan het verwerken wat je net allemaal gezegd hebt. Thank you.